Ja, Alex Pastoor, je speelt misschien wel een van je beste wedstrijden. Zo niet de beste tot dat moment. Maar dan sta je wel opeens met 1-0 achter. Verbaasde jou dat ook? Verraste is misschien een beter woord. Nou, wel een beetje. Ik bedoel, we speelden een spel wat op de eerste 5 minuten na echt goed op leek. Stevig positiespel en we hadden hem ook snel weer terug. Dus we hadden een duidelijk overwicht dat eigenlijk alleen maar groter werd. En gelukkig, die 0-1, die onderbreking, die hebben we niet gevoeld. Want we zijn gelukkig doorgegaan waar we mee bezig waren. En dat is toch wel een van de kenmerken op dit moment van dit Sparta. Dus, het gedrag is erg stabiel. Je had toen ook het gevoel, ook toen dat doelpunt van hun viel, wat ik ook in mijn verslag zei, van dit komt nog wel goed, als je het zo zag. Als je zo doorvoetbalt, dan kunnen op een gegeven moment de kansen niet uitblijven. Want ons overwicht was wel dermate groot dat we op 3/4 van het veld eigenlijk heel eenvoudig de bal konden brengen. En daarom viel het aantal kansen wat we echt creëerden, dat viel me eigenlijk wel een beetje tegen. Maar het spel was voor de rest tot dat punt echt heel solide. Wat Sparta een beetje onderscheidt ook van andere ploegen is het scorend vermogen van de buitenspelers. Wat bij jullie echt gigantisch is. Is dat echt het belangrijkste wapen misschien wel van Sparta? Wat ik zeg, wat jullie misschien van andere ploegen onderscheidt? Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Maar het is wel zo dat we spelen 4-3-3 met de punt naar voren. En iedereen heeft zijn specifieke kenmerken. Hè. We hebben in de selectie ook specifieke buitenspelers, echt ouderwetse buitenspelers zoals Pieter Langendijk en Giovanni Hiwat. En wij spelen met Verhaar en Bronjo. Ja, en die duiken overal op en die zijn wat dat betreft heel veelzijdig en soms moeilijk te stoppen, gelukkig. Hamer jij erop dat die Verhaar, we zien vandaag niet alleen door zijn doelpunten, hè, maar vooral dat valt het meest op, toch weer het belang van hem voor dit Sparta. Hamer je erop van, die mag eigenlijk in de winterstop niet weg, of er moet echt een bod komen of wat dan ook, wat we echt niet kunnen weigeren? Nou ja, zo is het natuurlijk ook. Dat geldt voor iedereen. Iedereen in de spelersgroep en ook in de technische staf. Ja, daar staat een prijs op het voorhoofd. En bij de een zal de prijs wat hoger zijn dan bij de ander. En bij Verhaar kun je zeggen van die prijs is echt wel behoorlijk hoog, omdat hij zo belangrijk is. Ja, maar ik denk dat bij meerdere geldt. Kijk, jongens staan hier onder contract en die hoeven niet weg. Sterker nog, we willen ze houden. Op het moment dat we dit volhouden, dan denk ik niet dat we op het standpunt komen dat we überhaupt overwegen om spelers te laten gaan. Maak jij nou toch nog een licht vreugdesprongetje als je dan binnenkomt en je ziet die uitslagen van de concurrenten die dan zo gunstig zijn als op deze speelronde? Wat gunstiger kan je het haast niet krijgen als nu. Is er dan toch ergens van, ja, je zegt ik ben niet zo bezig met de ranglijst, het leidt alleen maar af. Maar ik kan me voorstellen dat hierachter om het hoekje dat dan toch even de gebalde vuist er is. Ja, natuurlijk. Je hoopt dat je jezelf wint en dat je concurrentie zoveel mogelijk punten verliest. Maar ook dat speelt zich af in een paar seconden. En Michael maakte me erop attent. Dat is alleen maar mooi. Ik bedoel, als het maar zo blijft. Hè. Ja, als het elke week zo gaat, dan begin maart al kampioen. Nou ja, begin maart, dat is misschien wat overdreven, maar je kunt wel zeggen dat we het in eigen hand hebben. Hartstikke mooi, ga zo door. Dankjewel.